Als je mij vraagt, moeten we naar iets, dat kan ik eigenlijk ook best in het Engels omschrijven, naar een enabling society. Naar een maatschappij die mensen ondersteunt en faciliteert. Daar waar mensen op een moment in hun leven daar niet bij kunnen komen bij hun eigen kracht, of het even niet weten, dat ze daar dan in ondersteund kunnen worden, maar altijd als doel voor mensen om daarna weer verder te kunnen op het pad waar zij zich prettig in voelen, op een weg in een richting waar zij in willen gaan. 43,5 seconden, heel mooi. Als u het zo formuleert, voel ik dat er niet heel veel verschil is met mevrouw Keinsma. Mevrouw Keinsma. Nee, dat is inderdaad wel waar. Omdat ik zelfredzaamheid zie als iets wat eigenlijk ieder mens wil. Ieder mens wil zichzelf kunnen. Er is een nieuw kabinet gekomen, kan toch niet mooi maken. En dat nieuwe kabinet heeft waanzinnig bezuinigd op de reïntegratie. Weet je wel, het geldt om mensen naar een werkgever toe te helpen. Dus die webpleinen die zijn voor een groot deel uitgekleed, omdat het UWV is afgesloten en de gemeenten veel minder geld. Dat de onderkant van de samenleving, dat die mensen in een echte baan konden gaan werken, in een echte werkomgeving. Ja, want over en dus ook gewoon onderdeel konden zijn van de arbeidsmarkt, van die economie. En er is niets wat mensen liever willen als gewoon onderdeel zijn van dat waar iedereen onderdeel van is, in plaats van dat ze ergens aan de zijkant geparkeerd zijn. We hebben op een zak met geld. Maar wat het PGB eigenlijk zou moeten zijn, is hoe krijg je nou voor elkaar dat mensen zelf de regie houden over de zorg die ze nodig hebben. En natuurlijk kunnen we de lofzang met elkaar heffen over het PGB. Dat zo'n patiënt weer de eigen regie kan gaan voeren. Dat PGB is daar heel belangrijk voor. We trekken daar dus ook extra geld voor uit. Maar waar het om gaat is dat mensen de zorg die ze nodig hebben kunnen krijgen. Daarnaast ben ik het met mevrouw Keizer eens en op de VVD vind dat we die stijging van die zorgkosten wel in de hand moeten gaan houden.